Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en welkom bij deze speciale Nintendo Labo Week. Deze week staat dus helemaal in het teken van Nintendo Labo. En ik ga voor jullie alle 5 de creaties uit deze Variety Kit bouwen. En vandaag is het de beurt aan het huisje. Die moet er dus ongeveer zo uitkomen te zien. En vandaag wil ik jullie eigenlijk laten zien hoe goed Nintendo je bij de hand neemt bij het maken van al die Toy-Cons. Dus ik ga jullie precies laten zien wat de Nintendo Switch mij laat zien. Allereerst vind ik dit icoontje echt wel super leuk. Start de game op en daar is die hoor. Nintendo Labo! De modelauto hebben we al gedaan, de hengel hebben we al gedaan en nu gaan we voor het huisje. En je ziet dat die volgens Nintendo 2 à 3 uur duurt om te bouwen. Nou, laten we maar even op gaan schieten dan. Klik! Nou, dit is dus het pakket en dit is wat je eruit gaat krijgen. Je ziet daar de Nintendo Switch liggen. Trouwens, ze herkennen ook echt de kleur van je Toy-Cons. Je gaat een huisje bouwen en 3 dingetjes die daar blijkbaar bij horen. Oké, en dit gaat er dus allemaal gebeuren. Wow, dit moeten we gaan doen en dan krijg je dit huisje. Wel grappig dat de schoorsteen gewoon een Joy-Con is. Oké, let's go. Het bouwen is verdeeld in 5 stappen. Oh, en we moeten het zakje met plastic dingetjes er even bij pakken. En daar zit niet zoveel meer in als op dat plaatje staat, want ik heb al best wel veel van die spulletjes gebruikt voor de hengel. Haal deze 8 stukken uit bouwplaten A en B. Let erop dat je ze niet buigt of stuk maakt. Voor het huisje hebben we 4 bouwplaten. A, B, C en D. En we hebben dus A en B nodig. En het is echt super handig dat hetgeen wat je nodig hebt gewoon rood knippert op je Nintendo Switch. Dus die stukken gaan we er maar eens uithalen. Het klikt er eigenlijk allemaal best wel makkelijk uit, zoals je kan zien. En je ziet ook dat we de binnenste vormpjes er ook uit moeten halen. Dus dit kan gewoon weg. En nu dat ik alle 8 stukken eruit heb gehaald, is het tijd voor de volgende stap. Haal deze 3 stukken uit bouwplaat C. Oké, we hebben gelijk best wel veel nodig. En dit is dus echt de buitenkant van je huisje, denk ik. En dan gaan we weer verder. Als je er niet uitkomt, gebruik dan terug en verder om nog eens goed te kijken hoe alles in elkaar steekt. Dus je kan altijd ook weer een stapje terug. Dan gaan we nu beginnen met bouwen en hij laat precies zien welk stuk we als eerst nodig hebben. En dat is dit stuk, als je goed kijkt. En dan gaat hij zeggen dat wij alle vouwlijnen heel goed om moeten slaan. Dat gaat hij dan ook even laten zien. Kijk, zo alle vouwlijnen moeten we goed omzien te slaan, want dat vouwt gewoon een stuk makkelijker. En als je dat gedaan hebt, ga je door met de volgende stap. Je moet dus deze naar binnen vouwen. Dus het stukje waar de Joy-Con op staat, zo, die vouw je naar binnen. En dan... Oké, en dan vouw je deze flapjes dus naar binnen. Dan komt dit stuk er zo overheen en dan moeten we deze in dit gleufje stoppen. Zo, hoppa. En vervolgens vouwen we dit dan ook netjes zo eroverheen. Stoppen we dit in dit gleufje. Hoppa. En dan hebben we onze Joy-Con houder gevouwen. Nou, ik ga even verder met het vouwen van het huisje. Dat is stap 1. En als het klaar is, dan kom ik bij jullie terug met het resultaat. Oké, ik kom toch nog even tussendoor, want zoals je ziet begint het huisje toch wel serieuze vormen aan te nemen. En ik ga jullie nu ook gewoon een stukje van het bouwen laten zien. Dus ik ga de camera naar beneden richten. En dan krijgen jullie ook wat mee van het bouwproces. Oké, we zetten het huisje recht. En wat gaan we hiermee doen? We gaan hem in ieder geval omdraaien. Het vouwlijntjes naar binnen vouwen. Zo, zo en... Zo. En die plaatsen we bovenop. En dat is een stukje van het schuine dak. Dan altijd de camera ook draaien om te zien of je nog goed zit. En dan moeten we natuurlijk het andere stuk van het dak gaan maken. Dus dit stuk. Er staat ook gewoon een R op, zodat je precies weet dat je aan de goede kant zit. Want hier op het huisje staat diezelfde R. Zo, dat hebben we gedaan. En dan moeten we dus ook dit stuk op het dak gaan doen. Zo, deze gaat hier. En dan gaat deze weer van buiten zo naar binnen. En dan is het nu dus tijd om de schoorsteen erop te zetten. Voel je al een beetje een echte bouwvakker? Dus je ziet precies hoe je dit moet monteren. Dus dat gaan we dan ook even doen. Deze moet zo. Ja, ga maar. En dan deze hierin. Yep. En dan moet deze nog hierin. Zo. Hoppa. En dan is dit denk ik het geraamte van je huis. Yes! We hebben nog 1 muur te gaan, maar het is wel de belangrijkste. Dit wordt wat lastiger, maar het gaat je wel lukken. Nou, laat maar zien. Vouwlijntjes allemaal omvouwen. Let's go. We vouwen die dus naar binnen. Met allebei de vouwlijnen. Zo. En dan zetten we dit zo omhoog. Oh nee, niet helemaal. Oké. We moeten het precies andersom doen, jongens. Precies andersom. Zo. En dan plaatsen we dit. Oké. Een beetje tussenin. Dus dit gaat dan zo hier onderlangs. Deze vouw hierin. Dan moeten we natuurlijk de zijkanten ook erin monteren. Spreekt op zich allemaal wel redelijk voor zich, hoor. Ja. En dan inderdaad
deze twee flapjes nog. En ik denk dat we dan het huisje wel ongeveer klaar hebben. Oh, we moeten nog een voorstukje. En dat is deze. Daar zit echt super veel vouwlijnen in. Ah, oké. Die moeten we helemaal rondom vouwen. Ja, dat is zo dan. Schuiven we het balkje erin. Met de witte kant naar boven. Hier gaat straks je Nintendo Switch in. Dus dit is een soort van steun voor je Nintendo Switch. Oké, die moeten dus zo. Die moeten over de schoorsteen. En dan hebben we ons dak. Zo, deze eroverheen. En dan hebben we ons dak. Het huis is klaar. Nu gaan we drie speciale blokken maken die je in het huis kunt steken. Maar misschien wil je even pauzeren. Ik ga even geen pauze houden. Ik ga gewoon gelijk door. Ik ga die drie blokken voor jullie maken. En als alles klaar is, dan kom ik bij jullie terug om te laten zien hoe tof dit huisje is geworden. Zo, drie kwartier later en we hebben de mechanismes voor in het huisje gebouwd. Het zijn drie hele verschillende mechanismes. Zo kan je deze dus indrukken en deze veert automatisch terug. En dat komt denk ik door dit schuine karton hier zo. Kijk, je ziet dat deze stukken karton buigen en daardoor veert die dus weer terug. Dus dit is echt een knop. Voor dit stuk heb ik met een elastiekje moeten werken. Dat elastiekje zit in dit blok en dat zorgt ervoor dat als je hier aan draait, dat die dus weer terug veert. En van dichtbij ziet dat er dan zo uit. En dan hebben we nog een draaimechanisme. Deze heb je ook kunnen zien bij de hengel. Je hoort ook dat hij klikt. En op al deze mechanismes heb ik ook stickertjes moeten plakken. En dat is voor de infraroodcamera. De infraroodcamera ziet straks waar die stickertjes geplakt zijn. De infraroodcamera zit in je rechter Joy-Con. En aan de hand daarvan kan het spel bepalen wat er eigenlijk moet gaan gebeuren. Dus gewoon door middel van stickertjes. Dat is echt super sick. Goed, volgens mij zijn we bijna klaar. Het is tijd voor stap 5. Tijd voor de Joy-Con. En je ziet dat ik daarvoor mijn Switch uit de dock moet halen. Dus vanaf nu kan ik niet meer mijn gamescherm op deze manier laten zien. Dus ik zet de camera weer naar beneden, dan kunnen jullie precies zien wat ik aan het doen ben. We moeten dus het scherm in het huisje gaan zetten. En dat is heel makkelijk, dat doe je gewoon op deze manier. Zo, hoppa. En dan gaan we eens kijken wat we verder moeten doen. We moeten het huisje rechtop zetten. En dan moeten we de rechte Joy-Con volgens mij in de schoorsteen gaan klikken. En dat moet dan op deze manier. Zo, klik, ja. Dan zetten we het huisje weer rechtop. En dan zijn we klaar. Het Toy-Con huis is klaar. Yay. Wie zou erin wonen? En dan gaan we nu eens kijken wat voor spelletjes we kunnen doen met dit huis. Zoals altijd stijgt het huis ook weer op. Wow. Oké, dit ziet er super grappig uit. Wat is dit voor huisje? Wat is dit voor figuurtje dan? Oké, laten we kijken wat dit allemaal is. Steek de blokken door de ramen van het huis. De ramen zitten links en rechts en onder het huis. Nou goed, dan steek ik dit blok hier aan deze kant erin. Oh, what? Er komt dus een kraan tevoorschijn en we kunnen hier dit huisje vol laten stromen met water. Niet verdrinken! Oké, verder dan dit gaat hij niet. Nou oké, we hebben dus nog meer blokken. We kunnen dit draaiblok wel aan de andere kant erin zetten. En je ziet dus dat hij gelijk herkent wat we erin doen. Oké, dit is een magnetron of zo. Oh, kijk, dan kunnen we dus met die draaiknop kunnen we hem open doen. En dan moeten we hier ook iets mee doen? Oh, kijk. Oké, dan doen we hem open. Wat moeten we hier doen? Kunnen we hier nog wat anders doen? Wat als ik nou deze eruit haal? Oké, dan gaan we weer terug. En dan hebben we hier nu dus een... Oké, dit is best wel grappig. Ze slaapt. We hebben erin slaap laten vallen. Oké, nu zet ik dus dit blok hier aan deze kant. Deze kunnen we indrukken. Oh, we kunnen energie opwekken. Oké, cool. Sneller. Nu hebben we een paddenstoel uit dat ding laten komen. Oké. Geef het eten dat je krijgt aan het muisje. Oké, wat komt er nu uit? Wow, een broccoli. Oké, deze heb ik ook wel gezien. Dan zetten we dit blok nu aan de linkerkant. Zo, wat gaan we nu spelen? Dit is een soort van racebaan. Volgens mij. Oké, laten we beginnen. Met deze knop springen we. Oh, oké, dat moest niet. Ah, nu moesten we wel springen. Ah, we gaan helemaal kapot. Oké, ik wil dit nog een keer doen. Poortje open. Let's go. Oh, het is geen poortje. Het is een propeller. Oké, de baan is nu ook anders. Pak hem. Springen. Springen. Ja? Springen. Springen. Nee. Ah, nee. Nu hadden we... Ah, nog net geen perfect, jongens. Ik wil voor die perfect. Spring! Oké, dit is sowieso geen perfect. Opnieuw. Misschien kan ik... Zo kan ik het denk net even iets beter zien. Spring! 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 Ja! Perfect! Yay! Oké, nu hebben we echt een super lekker chocolaatje. Deze was leuk. En daar is ze. En ja hoor, allemaal snoepies en broccoli's en weet ik veel wat allemaal. Raak het eten aan om te voeren. Ja, kijk. Oh, eet smakelijk. Oh, en dan krijgt het beestje een ander kleurtje. Oh, dat is grappig. Maar je kan dus blijkbaar ook die knoppen aan de onderkant van het huisje erin doen. Ik heb er nu eentje aan de onderkant gedaan.
En dan doe ik deze aan de zijkant erin. Zo. En dan komen we dus weer bij een nieuw spelletje terecht. Ik haal deze schakelaar aan de onderkant er... Ja? Auw! Oké, dit is best wel lastig. Hoppa, opnieuw. Ja, oké, nu zijn we iets verder. Ah, nu zijn we op 2. Oké, deze is best wel moeilijk. Maar goed, dit is best wel grappig, jongens. En dit is dus ook weer een andere. Maar ik ga natuurlijk niet alle minigames aan jullie laten zien. Want er moeten ook wel een verrassing in blijven voor als jij dit huisje wil bouwen. Ik vond dit ook weer super leuk en ik ben er echt gefascineerd door hoe al die mechanismen werken. Ik vind het gewoon super bijzonder dat je zo'n stukje karton in het huisje kan stoppen. En dat je Switch dan precies weet welke game die moet gaan spelen. En dat gewoon al die stukken karton daadwerkelijk ook echt een functie hebben. Dat de infraroodcamera uitleest welke stickertjes erop zitten. Ik vind Nintendo Labo tot nu toe echt geweldig. En ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook vinden doen. In dat geval zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je alles over Nintendo Labo en Nintendo wil weten. Ik ga even verder spelen met dit huisje. Ik ga kijken wat er nog meer in zit. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!